dit zijn dagen van goud. En ik deel ze met jou, deze dagen van goud. Ja, van harte welkom bij deze Cyclo Wielercafé special. Ze verraste vorige maand op het WK baanwielrennen vriend en vijand en misschien ook wel zichzelf door wereldkampioen koppelkoers te worden. Deze twee mannen hier aan tafel. Jan-Willem van Schip en Juri Havik. Ja, er waren tranen van vreugde en ook opluchting. En ik wil graag weten waar die tranen allemaal nog meer van waren straks. Want het was echt een hele bijzondere avond op 8 augustus. Juri, hoe vaak komt dat nog in je op? Ja, echt best wel vaak. Als je die foto's weer ziet, als je ergens van uitgenodigd wordt, als je een zesdaagse contract moet onderhandelen, dan denk je weer van ja, het is ook echt wel speciaal wat we gedaan hebben. En eerste Nederlanders ooit. Ja, voor mij iets waarvan ik vanaf mijn 8e, 9e, dat ik begon met fietsen, al droomde. Ja, en dat was voor de buitenwereld misschien een verrassing, maar voor ons minder, denk ik. Ja? We werkten er al zo lang aan en we kwamen steeds iets dichterbij. We wisten dat het kon gewoon. En het is gewoon wel heel vet dat we hebben gewoon heel lang, denk ja, we zijn in, wanneer zijn we er eigenlijk aan begonnen? Misschien 2019, 2018 zijn we begonnen. Ja, vijf jaar geleden. En nu zeiden we ook tegen elkaar van ja, deze keer moet het echt kunnen, zeg maar. Ja, want voor de mensen die niet dat helemaal hebben gevolgd, zaten jullie er vaak naast? Of, Op kleinere wedstrijden waren we eigenlijk echt supergoed. Mm-hmm. Dus we hebben vooral wereldbekers veel gewonnen. Ja, we zijn EK, ook al EK en het EK nog een kleinere wedstrijd. Ja, die wedstrijd, maar ja, 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 tuurlijk. Alleen maar de WK-spelers zijn nog boven. Ja, ja. Ja, dus we hebben eigenlijk altijd wel gewoon supergoed. Maar een soort van de echte wereldkampioenschap-klapper, dat was... Nou, ik denk dat eigenlijk vorig jaar waren we eigenlijk heel dichtbij. Maar we zijn net niet helemaal in topvorm. In 2020 waren we al heel dicht bij zilver. Maar was ik nog niet zo goed, reed met een kleine versnelling. Gaven in de laatste sprint, gingen we van zilver naar vierde. Okay. Maar eigenlijk zijn we gewoon al 2 keer 4e en 5e op WK geweest, zodra we meededen. Yeah. En zaten we heel dicht bij de medailles. Maar we hebben ook een paar keer niet mee mogen doen, door het toedoen van de KMU en of de UCI. En ondertussen werden we wel Europees kampioen, worden we wereldbekers. Ja, dat we dan op WK nog niet al meerdere keren op het podium hebben gestaan. Yeah. Ja, dan konden we eigenlijk zelf ook niet altijd wat doen. Maar dan moet je ons even uitleggen, wanneer mocht u niet meedoen en waarom? We mochten niet meedoen in... Het jaar na corona hadden we geen wereldbekers gereden. Dat was een keuze van de KMU. Maar ja, de rest van de wereld reed wel gewoon wereldbekers in coronatijden. En toen mochten wij niet starten op WK. En nog eerder hadden we geen punten, toen we net opkwamen, zeg maar. En ja, we zijn echt best wel vaak al goed geweest. Ja. Alleen voor de buitenwereld hadden we nog niet heel vaak op het podium gestaan of zo. Nee. En kan je nu ook zeggen dat je voor die race anders voelde in de zin van dat je echt dacht van ik ga hem pakken? Of nou, ik wel in ieder geval. Ja? Ik had wel echt zo van dat moment dat ik daar van die roller afkwam. Ik heb denk ik nog tegen jou gezegd, ja, ik ben zo pumped. Ja, ik weet niet, of dat jij, had jij dat ook nog? Of had je een soort, ik had wel echt een soort van, ja, we hadden echt lang er naartoe geleefd en ik voelde me er echt klaar voor, zeg maar. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk heel mooi met die vermogens en zo, dat je weet gewoon of je goed bent. Ja. Zeker in een koppelkoers moet alles allemaal goed vallen, hè? De tactiek moet kloppen, werken. Technisch moet alles goed gaan, je mag niks fout doen in 200 ronden. Maar dat we allebei in topvorm waren, dat wisten we. Dat het dan mogelijk was om te winnen, dat wisten we. Dus we hielden elkaar ook een beetje voor de gek van, we gaan nu gewoon echt winnen. Oh ja. Dat het dan gebeurt, ja. Want kunnen jullie even deze truien erbij pakken en de medaille? Ja. Een dikke truien trouwens. Dit zijn de lange mouwen winterjacks om te flaneren terwijl niemand kijkt op donderdagmiddag op de dijk natuurlijk. Ja. En dit zijn ook, is ook wel een goede jetter, hè? Ja, die jetter, zijn groot geworden. Ja. Zijn ze groot geworden? UCI heeft veranderd, dat was eerst... Kleiner. Maar volgens mij is dat omdat, omdat ze al die WK's hebben gecombineerd. Dus, vaak hoor je dat die medailles kleiner worden. Ja. Maar Juri, vind je deze nou ook mooier? Want jij bent al wereldkampioen geworden op de puntenkoers. Ja, ja. Is deze medaille mooier? Ik denk het wel. Ja? Dit is het Olympische onderdeel. Nog nooit door een Nederlands koppel gewonnen. Echt het koningsnummer van het baanwielrennen. Het nummer waar het om gaat in de zesdaagse. We mogen nu de hele winter alle zesdaagse in die trui rijden. Oh ja. We gaan in Rotterdam Ahoy rijden als de wereldkampioen. Ja. En vorig jaar was ik toch gewoon weer met Nicky een van het woningkoppel in een blauw truitje. Ja. Nu gaan we echt in die regenboog fietsen de hele tijd.
samen, ja, dat is wel waarvoor we het gedaan. Op het moment dat jullie dat zegt, ga je echt helemaal glimmen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is gewoon echt vet, zeg maar. Ik vond het nog super mooi dat gisteren kwam dan, zeg maar, vanuit Ablok kwam met het kledingpakket binnen. Dus het was geleverd aan de ploeg en ik was bij de wedstrijd en toen kwam de doos met de WK-kleding. En toen had die doos, toen stond iedereen eigenlijk omheen, want iedereen was net aangekomen. En toen ging ik dat openmaken en toen kwam er dus een, toch dat regenboogshirt uit. En dat is toch iets, dat is toch iets heel magisch, ja. Omdat je dat toch... Ja, het is gewoon vet. Het is een soort van bevestiging. Het is gewoon, het ziet er cool uit. Het heeft het bravoure. Ja, en dat we nu dat samen hebben gehaald. En dat we dat mogen etaleren. En dat we dat gewoon kan. Dat toevallig nu wij dat hebben bereikt. En dat wij die twee guys zijn die met die regenboog in de rond te fietsen. Ja, dat is... Heb je hem gisteren ook even aangedaan? Ja, natuurlijk. Hebben we even aangedaan. Ja? Even gekeken. Van, nou, ja, zit wel zo, ja, zit er wel goed uit. Ja, natuurlijk. Ja. Was er toch druk mee. Ja. Ja. En vertel eens over dit diertje, wat wie is dit? Ja, dit is de mascotte van... Mijn heeft een naam, die heet Whisky. Hij heeft Whisky, Whisky genoemd, wat oh. Vet. Ja. In Schotland kreeg iedereen die op het podium stond zo'n ding, hij pakt een medaille om. Ja. En wel een grappig diertje natuurlijk, omdat je weet zelf waar hij van is. Ja. Dus niet zomaar een knuffel, zou ik zeggen. Maar zijn jullie ook wel echt zo dat je het ook op een goede plek in je huis neerlegt? Of is het wel als je thuis komt, oké, doe je dit licht? Nee, de WK-trui heb ik hem aangedaan en die medaille om zijn nek gelopen. Ik dacht, ja, we moeten hem neerzetten, dus ik heb het op de bank neergelegd. Ja. Maar nu elke keer als ik toch op de bank ga zitten, geef ik hem toch even een ei over zijn bol. Ja, heel goed. Ja. Misschien ben ik er wel gelukkig. Word ik toch wel weer vrolijk van. Ja, absoluut. Dat wordt mooi. Ja, iedere sporter krijgt op zijn reis langs die honderden wedstrijden natuurlijk hulp van anderen. En dat hebben jullie ook wel echt horen zeggen. Jullie hebben veelvuldig namen genoemd aan wie jullie dankbaar zijn. Eén zo iemand is Danny Stam. Die hebben we even gebeld. Van harte welkom. Vervuld van trots op je neefje, neem ik aan. Ja, zeker. Ik bedoel, als je ziet hoe Yuri zich ontwikkeld heeft als baanrenner, dan denk ik dat we daar heel trots op kunnen zijn. Ja. Dat hadden wij nooit verwacht, dat hij zo dominant zou kunnen worden op de baan in de onderdelen puntenkoers en koppelkoers. Want je zegt dat hadden wij nooit verwacht, maar dat zag je nooit in hem? Of hoe bedoel je nooit verwacht? Nou ja, kijk, ik heb mijn laatste zesdaagse met Yuri gereden in 2011, denk ik. Uit mijn hoofd. En ja, Yuri was altijd wel een goede wielrenner. En ook echt een vechter om aan de top te komen. En ik denk dat hij een beetje dezelfde makken als zijn oom had. Dat het, dat het altijd het net niet was. Maar we hadden niet zo 1, 2, 3 verwacht dat hij dan in een jaar of 10 later wereldkampioen puntenkoers en daarna wereldkampioen koppenkoers zou worden. Nee. Nee. Wanneer kwam het moment dat je dacht dat je het wel zag gebeuren? Nou ja, ik denk dat hij de laatste 4 jaar wel heel erg ontwikkeld is als wielrenner. En hij is natuurlijk heel, heel gehyped op de baan. En je kon wel zien dat zijn body gewoon sterker werd. En dat hij steeds langere en grotere inspanningen steeds langer kon verdragen. En toen hadden we wel eens een keer van als alles... alle puntjes bij elkaar goed vallen, dan heb je kans dat je toch wel eens een keer een titel mee kan pakken. Ja. Jij zat voor de buis toen je Yuri wereldkampioen zag worden. Wat voor moment was dat voor jou? Ja, dat zijn superspannende momenten. Kijk, je ziet in het begin van de wedstrijd al dat hij er goed in zit. En dan wil je eigenlijk geen ronde meer missen. En dan... zit je op het puntje van de stoel. En zeker die laatste sprint van de koppenkoers, dat was natuurlijk wel echt mega spannend. Ik denk dat het sportmoment van het jaar was in Nederland. Ja, voor jou in ieder geval zeker. Was het ook emotioneel om je neefje daar wereldkampioen te zien worden? Ja, emotioneel, nee. Ik heb niet dat ik daar emotioneel van word. Ik vind het wel supermooi voor hem natuurlijk. En een bekroning op zijn werklust. En dat zeg ik. Ik denk dat hij heel trots kan terugkijken op zijn carrière nu. En als je 2 wereldtitels hebt, dan ben je echt wel een mannetje. Mm-hmm.
Een mannetje. Ja, jij had als bijnaam Kleine Diesel. Wat vind je een goede bijnaam voor Jury? Nou ja, het is geen diesel, want hij is veel sneller. Dus hij is veel te snel voor een diesel. Ja, wat is een goede bijnaam voor hem? De geslepen havik misschien. Hij is natuurlijk ook... ja, hij is natuurlijk heel... ja, heel slim in de koers. Hè. Hij maakt weinig fouten en hij kan de koers als geen ander lezen. Dus ik denk dat hij daar dat hij die bijnaam wel eer aan doet. Geslepen haven, klinkt goed, klinkt goed. Jury heeft meer dan eens gezegd dat jij hem eigenlijk die weg naar de top hebt gewezen. Wat herken je van jezelf in hem? Nou ja, ik kon zelf ook vrij goed de koers lezen. En, ja, wat ik in het begin ook al zei, ik was ook niet een van de sterkste renners. Maar wel door de leepheid en de slimheid kwam ik toch altijd wel bovendrijven. En daar herken ik wel heel veel aan bij Jury. Dat hij wel echt alles kan lezen en de gedrevenheid, dat heeft hij wel, dat hebben we wel gemeen. Ja. Jij had Robert Slippens als ideale maat in de Zesdaagse. Zie je dat ook terug in de combinatie Jury samen met Jan-Willem? Ja, het grappige is dat Jan-Willem is eigenlijk de Danny Stam en Jury Havik is de Robert Slippens. Ik denk dat we het zo een beetje moeten formuleren. Want, leg eens uit. Jan-Willem is ook eentje die eigenlijk niet stuk te krijgen is en die gewoon... kan blijven rijden en die zet Jury op de juiste momenten, zet hij hem af. Ja, en Jury ziet de juiste momenten en die pakt de sprints mee. Ja, en dan is het wel fijn als je terug kan vallen op een grote motor. En dat is Jan-Willem dan. Ja, ja. Tot slot, wereldkampioen worden. Zou je zeggen dat dat de perfecte sleutel is naar Olympisch succes? Of werkt dat niet zo, denk je? Ik hoop het voor hem. Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Maar ja, we weten ook allemaal dat Olympische Spelen is dan nog weer een stapje hoger. En daar moet echt wel alles mee zitten. En dat is op een WK natuurlijk ook. Dat is hem gelukt de afgelopen jaar in de koppelkoers. Het jaar ervoor in de puntenkoers. Dus ja, als hij dat ook voor elkaar krijgt straks in augustus in Parijs. Dan zou dat wel fantastisch zijn. Maar het is niet zozeer dat als je... nu wereldkampioen wordt, dat je dan ook zeker weet dat je op de Spelen voor een medaille kan rijden. Nee, zeker weten niet, maar we gaan het zeker hopen. Ja, en ik denk dat het ook heel terecht is met de palmares en de inhoud en de kwaliteit die ze hebben. Dan kunnen ze zeker gewoon voor de medailles meedoen. Maar dit is een Olympische Spelen, is wel een hele speciale wedstrijd. Ja, we gaan het zien, Danny. Heel erg bedankt voor je tijd in ieder geval. Zeker. Geen probleem. Ja, Jury, mooie woorden. Waar zou jij zijn geweest als Danny er niet was geweest? Nou, misschien wel niet op de fiets. Ik ben begonnen met fietsen toen ik 8, 9 jaar was door naar hem en Robert Slippers op te kijken. Ik zat altijd in de tribune bij de Zesdaagse, dat ik 9 was. Dat deed hij de Olympische Spelen in Sydney. Ja, dat was wat dicht bij mij stond en wat ik aanraakbaar kon zien van wat wielrennen was. En misschien best wel anders voor een heleboel kinderen die opgroeien met de Tour de France. Daar ging ik ook mee op. Maar ja, ik keek ook heel veel naar baanwielrennen, naar koppelkoersen. Ja, ik was altijd het neefje van dat ik 18 was en in de Zesdaagse kwam. En ik heb er altijd tegen opgebokst dat ik het neefje van was. En nu na 2 wereldtitels achter elkaar en ook 10 Zesdaagse overwinningen is hij misschien wel de oom van. Ja. En dat zei hij laatst zelf een keer van ik mag niet meer in de schaduw staan. Toen dacht ik, ja, het is ergens wel een soort van waar of zo. En, ja, dat is heel speciaal voor mij, dat ik keek er altijd naar op. En ik wilde bereiken wat hij bereikt had. En ja, dat heb ik nu ben je erop en erover. Ja. Ja, wat ook heel bijzonder moet zijn geweest, denk ik, is dat je zijn laatste 6-daagse met hem hebt gereden, toch? Ja, dat is misschien wel een van mijn mooiste herinneringen op de fiets. Dat ik die hele week samen met hem reed. Want ja, ik heb toen, was ik 20 of 21? Nog 20, denk ik. En ik heb toen al 5 jaar met hem getraind. Vooral in zijn wiel, achter hem aan. Van hem alles moeten horen hoe het moet. En toen mocht ik samen met hem aan het publiek laten zien dat ik wist hoe het moest. En dat vond ik heel cool. Was je nerveus? Ja, zeker. Ja. Ik was heel nerveus om het goed te doen en het ging eigenlijk vrij snel best wel goed. Alleen op een gegeven moment op dag 5 of 6 had ik er af en toe wel doorheen. En dan had ik ook het gevoel dat ik hem teleurstelde. En, oh. Maar uiteindelijk als je eenmaal op de fiets zit, vergeet je dat soort dingen wel. Ja.
En het was een hele mooie les die hele week. En ook, ik denk dat het voor ons samen een supermooie herinnering is dat we dat nog konden doen. Ja, welke eigenschap heb jij die hij niet heeft of niet had? Ik ben denk ik van nature wat sneller. Dat komt denk ik van mijn vaders kant, dat ik wat explosiever ben. Ik ben meer een sprinter van ons twee ook. Robert Slippers was een sprinter van Stam Slippers. Ja. Maar verder heb ik wel van hem het doorzetten, het altijd hard trainen en zo afgekeken of geleerd. Daar ben ik mee opgevoed. Ik heb verder wel best wel veel zijn instelling, denk ik. Ook een beetje het eigenwijze en dat soort dingen soms. Maar wat hij niet had, was die snelheid die ik wel heb. Dan ben ik meer de Robert Slippers van het koppel. Zo. En had hij iets wat jij niet had? Hebt? Nou, ik denk wel dat onwijs uithoudingsvermogen, dat duurvermogen, dat hij kon altijd maar blijven gaan. Ja. Ja, ik moet mezelf echt wel pezen, omdat als ik over het randje ga met mijn sprint, ja, dan moet ik even op Jan Willem hier leunen. Ja. En dan zag ik er wel eens een beurtje doorheen. Maar dat is een verdeling binnen ons koppel. Maar hoe hij zo'n onwijze dieselmotor had, die zal ik nooit krijgen. Nee? Nee. In jouw leven is er ook een Danny Stam, althans iemand aan wie jij veel te danken hebt. Kijk maar even mee. Hier is Leo Aardegeest. Dankjewel dat je even tijd voor ons wilde vrijmaken. Bij ons in de studio zit jouw pupil. Ben je al bekomen van zijn stunt op het WK in Glasgow? Ja, inmiddels wel. We waren erbij, dus we hebben het feest van dichtbij meegemaakt. Maar het was echt een fantastische stunt. Ja, ging je daar naartoe al met het gevoel van dit gaat hem worden? Nou, nee, niet de titel. We zijn daar naartoe gegaan. Het was een combinatievakantie en het wereldkampioenschap van Jan Willem. Maar wel met de wetenschap dat hij goed genoeg was. Dat ze goed genoeg waren om daar een mooi resultaat neer te zetten. Ja, en wat doet dat dan met jou als een pupil van jou op deze manier wereldkampioen wordt? Nou, het was wel emotioneel, moet ik zeggen. Ja. Ja, we hebben toch een intensief jaar gehad, Jan Willem en ik samen. Dat komt er dan daaruit. Ja, hij heeft jouw naam ook in meerdere interviews genoemd, dat hij zoveel aan je te danken heeft. Want jullie kennen elkaar al heel lang, hè? Ja, Jan Willem is net zo oud als onze oudste dochter. Zij zijn samen op de baanwielerschool gaan fietsen en in die leeftijdscategorie verder opgetrokken. En eigenlijk al vanaf vrij jonge leeftijd in zijn nieuwelingencategorie ben ik Jan Willem gaan begeleiden, gaan helpen met het wielrennen. Ja, en op een dusdanige manier, sorry dat ik je onderbreek, maar op een dusdanige manier dat hij zegt dat hij dit aan jou te danken heeft, ook nu nog. Wat doet dat met jou? Ja, nou, afgelopen november hebben we de samenwerking weer opnieuw opgepakt. Jan Willem had heel veel moeite om de gang weer te vinden naar Tokio. En we kwamen tot de conclusie dat die samenwerking nog steeds heel waardevol was. En we hebben afgelopen jaar heel intensief samengewerkt. Ja, en met succes dus. De pijlen gaan nu op Parijs, op de Olympische Spelen. Is dit nou de perfecte generale voor een goed resultaat in Parijs, denk je? Zeker. Het biedt in ieder geval heel veel kansen om de puntjes op de i te zetten, kijken wat er goed gegaan is. En we gaan werken aan de dingen die nog iets beter kunnen. Oké, duidelijk. Tot slot, is er nog iets wat je wil zeggen tegen Jan Willem? Ik ben super trots op de manier waarop hij zich als mens ontwikkeld heeft afgelopen jaar. En dat heeft absoluut bijgedragen aan dit mooie resultaat van een anderhalve maand terug in Glasgow. In die volgorde, eerst mens en dan resultaat. Ja, zeker. Heel mooi. Heel erg bedankt voor je tijd, Leo. We hopen je gauw weer een keer te zien. Ja, dat is Leo Aldegeest, jouw trainer vroeger en dus nu ook weer, begrijp ik. Een man die op een onverwoestbare plek in jouw hart zit, heb ik begrepen. Vertel eens waarom. Nou, eigenlijk, ik vind de wielenwereld gewoon best wel moeilijk. Ik kom niet natuurlijk, zoals bijvoorbeeld van Jury, ik dacht al, ja, daarom ben je zo goed in dat hele baanwielrennen. Had ik ook maar 5 jaar achter Danny Stam aan mogen fietsen, terwijl ik 15 tot 20 was, zeg maar. Ja. Maar vooral eigenlijk hetgene wat ik heel erg van Leo heb geleerd is dat van ja, ik kom eigenlijk altijd met een heel frisse blik en ik ben heel, heel open in de wielerwereld.
En dan was ik 17, 18 en dan zei ik tegen Leo van nou, het is weer tijd om eens even een gesprek te hebben. Want dan snapte ik er weer niks van en dan gingen we eigenlijk praten we over alles, behalve over het fietsen. Ja? En dat is eigenlijk hetgene wat mij heel erg helpt en heeft geholpen. En nu eigenlijk ook weer van nou, ik merkte dat ik eigenlijk... Ja, heel erg een beetje aan het zoeken was als mens, maar ook als wielrenner. En dat Leo heeft eigenlijk, ja, samen hebben het codewoord van onze samenwerking was van nou, de consistentie en de mens op één, zeg maar. Ja. En eigenlijk juist telkens op het moment dat ik weer iets tegenkom waarvan ik denk, wat gebeurt hier nou? Dan is eigenlijk juist Leo daarop het klankbord waar ik veel, ja, nog steeds superveel van leer en ook heel veel aan heb. Ja. Het klinkt ook heel verfrissend, moet ik zeggen. Een coach die eerst kijkt naar het menselijke gedeelte en daarna de resultaten eigenlijk verwacht. Is dat iets wat hij alleen met jou zo heeft aangepakt of met al zijn pupillen? Nee, eigenlijk met al zijn pupillen denk ik wel. En ik denk dat voor mij was gewoon hetgene wat ik nodig had. Zeg maar, gewoon heel hard trainen, de basics uitvoeren, je eten afwegen, kilocalorieën tellen. Ja, daar ben ik eigenlijk best wel goed in. Alleen misschien wel de onzekerheid die in je zit als sporter of het menselijke van het hele gebeuren. Ja, dat is hetgene wat voor mij moeilijk is en dat is denk ik heel erg de kwaliteit van Leo. Ja. En hij begeleidt ook vooral veel jongere renners en dan maakt hij eigenlijk gewoon schemaatjes van oké, ja, dan ga je naar school. Ja, als je die dag naar school gaat, hoeveel uur kan je dan nog trainen? En eigenlijk doet hij bij mij hetzelfde van oké, ja, jij zegt wel dat je dit kan trainen, maar als je dit gaat trainen, kan je dan op die dag nog vrolijk je spullen pakken om naar de wedstrijd te gaan? En dat klinkt als een heel simpele vraag, maar ja, dan ga je toch denken, ja, ik wil toch wel, nee, ik moet toch daar dat uurtje trainen. En dan zegt hij, nou ja, ga het maar proberen. Nou, ik probeer natuurlijk weer helemaal veel te moe, kom je dan aan bij die wedstrijd. Ook ambitieus, gewoon hoeveel hij zou willen trainen vooraf. Ja, ik ben gewoon iets te ambitieus. En die, om dat dan in de juiste bandbreedte te krijgen, is dan moeilijk. En dat Leo daar dan helpt en ook kan daar in alles kan, ja, daar ben ik super dankbaar voor. Ja. En dat is echt heel fijn. Ja. Blijft hij ook aan je zijde? Ja, zeker. Ik heb ook nu... Zeker. Richting Parijs voorlopig gaan we dit nog wel even doen, ja. Ja. In de jeugd waar hij dus aanwezig was, daar was bijvoorbeeld ook Taco van der Hoorn fietste je mee, toch? En Martijn Tusveld ook. Ja. Die jongens zijn een hele andere route bewandeld. Is dat iets wat je jammer vindt? Poeh, goede vraag. Weet ik niet zo goed. Vind ik wel heel lastig. Ik vind sowieso, zeg maar, voor mij als wielrenner en wegwielrenner blijft, ja, vind ik gewoon lastig. Weet ik niet zo goed. Ik ben heel dankbaar dat ik 2 jaar bijvoorbeeld bij Rompot heb kunnen rijden en het allemaal heb kunnen meemaken. Maar nu kom ik er toch wel steeds meer achter. Ja, die soort van, ja, als je praat van, nou, wat wil je winnen? Wil je nou Parijs-Roubaix winnen? Of wil je in je wereldkampioenschap pakken je daarom in Rotterdam, weet ik veel, de supersprint goed timen en dan valt ze overal overheen vliegen. Terwijl het hele Ahoy uit zijn dak gaat. Ja, dan is het toch het tweede. Ja? Ja, zeker. Okay. Het heeft even geduurd. En ik denk dat nu... Zeg maar, dat besef van, hey, die wielrennen draait vaak over wegwielrennen. En er is een soort irreële druk van, nou, dit is wat je zou moeten doen, zeg maar. Hè? Want dit is het hoogste goed of het meeste geld of weet ik veel wat. Maar ik kom er nu toch steeds meer achter dat ik niet... achteraf, als ik ook kijk naar alle keuzes die ik heb gemaakt, heb ik eigenlijk altijd intrinsiek gekozen voor het baanwielrennen. En nu... ben ik het daar ook meer zelf mee eens. Dus nu kan ik ook gewoon meer zeggen van, nou, nu is er ook een betere balans. En dat vind ik bijvoorbeeld ook heel vet, afgelopen WK, dat het echt een piek was. Mm-hmm. En dat er daarna ook ruimte was voor decompressie. En dat ik nu ook weer voel van, hey, we kunnen weer langzaam toewerken naar de zesdaagse en naar het EK. Ja. En dat die balans terug is, dat is heel tof. Dat is heel fijn, ja. Ik denk dat... vrij simpel is uitleggen dat eerder Jan-Willem bijvoorbeeld van elke wegwedstrijd de Olympische Spelen maakte bewijs van. Ja. En als je een omloop van het Houtland niet wint, maar achter wordt, en het was een heel grote teleurstelling alsof je net de Olympische Spelen niet gewonnen had. En je hebt dan 2 keer in de week in wegwedstrijden, omdat je jezelf zoveel druk oplegt. Ja, daar is niet mee om te gaan. Nee, dat was wat jij deed. Ja, 100%. En nu dan? Want je zegt, je hebt er meer balans in, maar dat zoiets is natuurlijk niet, ben je niet 1, 2, 3 kwijt. Nee, absoluut. En ik denk ook dat zal ook een struggle blijven, zeg maar. Dus dat is ook een soort van
de code, waar Leo en ik het altijd over hebben, is de vraag van, nou, is het goed genoeg? Wat ga je hier doen in deze wegwedstrijd? In deze periode van het jaar, Leo zit dan altijd zo helikopterview, zeg maar, van, nou, hey, je bent nu hier, wat denk je dat je dan gaat doen? En dan zeg ik natuurlijk als eerste, ja, moet natuurlijk gewoon winnen, weet je wel. En dan zegt Leo, nou, denk je dat dat zo'n goed idee is? En dan lukt het dan nu beter om te zeggen van, nee, hey, wacht, nee, dat is niet zo, dat is irreëel. Wat kom ik hier doen? Me goed voorbereiden, de fysieke prikkel halen en zorgen dat het niet te veel energie kost, ja, en dat ik weer verder kan. Dus maar je hebt gelijk. Het is 100% in de categorie makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, want jij bent daar heel open over. En dat vind ik, als ik daar eerlijk over mag zijn, heel goed van je. Want dat is echt belangrijk dat sporters op het hoogste niveau gewoon kunnen vertellen over hun mentale struggles. Want dan, ik bedoel, je bent daar niet de enige in. Ja. Jij gaf bijvoorbeeld in je interview na de NOS, zei je de woorden, ik vind het leven nog steeds niet een aanrader. Ja. Is dat dan, zo als je op het moment dat je dat dan zo voelt, of voel je dat elke dag zo? Nou, ik heb een soort, schaal nu en dan vul ik in van, nou, oké, hoe gaat het met je? En ik heb een soort van 5 categorieën. En die van, nou, het leven is geen aanrader, zit een beetje zo in het midden. Nu voel ik ook heel erg van, dat vind ik heel vet, dat ik zeg maar meer een dingetje opschuif. Zo van, oh, nou, dit is meer te bieden of zo, of blijf nieuwsgierig. Ja, ik heb dat wel een tijd zo gevoeld. En zeg maar, het blijft heel lastig om daarover te spreken of om dat netjes te vertellen. Tuurlijk. Maar ja, ik zeg maar, het geeft me juist eigenlijk heel veel rust om te zeggen van, nee, ja, dat is zo heb ik dat gevoeld. Ja. En dat geeft eigenlijk heel veel rust en ruimte, omdat je gewoon niet, omdat ik daardoor beter bij mezelf kan blijven. Van, nou, die druk en die stress die ik mezelf altijd maar oplegde om daar weer op terug te halen, ja, dat kon gewoon niet helemaal uit. Nee. En dat was gewoon heel lastig. En dat het heel moeilijk is en dat het heel lastig is, dat geeft eigenlijk heel ruimte om een heel mooi vertrekpunt te hebben. Want als je bijvoorbeeld, zeg maar, stel je voor, je hebt een super ambitieus jongere wielrenner en die zegt, ja, ik denk dat ik elke wedstrijd goed moet zijn. En je kan zeggen van, nou, je kan of een soort van de mindset hebben van, hey, wielrennen is, sporten is altijd doorgaan en je moet met oogkleppen op dat doen. Ik denk ook wel dat dat in het wegwielrennen meer was. Ja, absoluut. Dat het dan ook was. Ja, meer tegen hem gezegd werd van, je moet niet zeuren, dan rij je een keer op kop. En is dan, dat zo, Jan-Willem? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, dat zeg maar binnen het, sowieso binnen het wielrennen en het sport is het gewoon lastig. En helemaal binnen het wegwielrennen is het gewoon heel moeilijk met die contracten, zeg maar. Ja. Zeg maar die uiteindelijk, als je zeg maar kijkt van, nou, die de weg die ik heb bewandeld en de hoe, ik heb zeg maar 1 jaar heb ik zekerheid gehad. Want ik heb 1 keer een 2 jaar contract gehad bij Roompot. Ja. En dat gaf ook heel veel rust, dat je weet van, nou, hey, ik kan weer fouten maken, ontdekken en een keer minder zijn. Ja. Terwijl op het moment dat Roompot er bijvoorbeeld mee stopt en je denkt van, ja, shit, ik moet me toch weer bewijzen, dan is dat lastig. Ja, want dat gebeurde ook. Dus Roompot stopte, jij was op zoek naar een nieuwe ploeg en die kwam niet. Nee, en dat was super complex. En daar had jij het in ieder geval heel moeilijk mee. Ja, had ik het super moeilijk mee. Dat is heel complex. En ik denk dat juist doordat je kan zeggen van, oké, laten we als startpunt nemen dat er is heel veel druk en het is heel moeilijk, dat je dan de vraag kunt stellen van, hey, hoe gaan we daarmee om? Ja. En dat vind ik heel fijn, zeg maar. Dus ik heb het gevoel van, nou, je kan eigenlijk zeggen van, nou, dit is een probleem en wat gaan we daarmee doen? En nu, terwijl als je zegt, nou, dit is geen probleem, steek gewoon mijn kop in het zand, morgen bij twijfel 7 uur met blokken. Ja, dat kan ook. Dat heb ik ook lang gedaan. Maar ja, dat op een gegeven moment kan het helemaal niet meer. Ja. Dus ja, zoiets denk ik. Zijn dit ook dingen waar je met Jury over praat? Ja, ook wel, denk ik. Ja, ik denk in de aanloop naar Tokio was natuurlijk ook corona. Ja. We waren ook best vaak met z'n tweeën op trainingskamp. Ja, je kan het moeilijk helemaal niet vertellen. Nee, nee. En op een gegeven moment, als je heel veel met z'n tweeën op pad bent, dan komt bijna alles er wel uit. Ja. Ja, en toen heb ik ook gewoon gezegd van, ja, gast, er is geen goed of fout. Elke dag dat je nu op je fiets zit, is alweer meegenomen. Ga in mijn wiel zitten. Als het niet gaat, bergop wacht ik op je. Ja. En of ik nou 1, 2 of 3 minuten bovenop moet wachten, dat maakt me echt niet uit. Dus doe gewoon je eigen ding. En hopelijk kom je er wel weer en dan komen we er ook samen wel weer. Maar ja, hij zal natuurlijk eerst zelf moeten komen dat hij het leuk vindt om te fietsen met mij. Ja. Ja, maar merk je dan ook misschien dat jullie nog beter maakt op het moment dat jullie closer worden door dit soort dingen met elkaar te delen? Of maakt dat niet uit? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat je wel
na 5 jaar op die manier met elkaar samenwerken, ook begrip voor elkaar kunnen opbrengen als de een voor de ander een slecht beurtje hebt of een slechte actie hebt in de wedstrijd. Dat als je een wat hechtere band hebt, dat je wel het weer voor hem probeert op te lossen in plaats van dat je denkt, ja, zoek het maar uit, het is jouw fout. Ja, want als je dat gaat denken in een koppenkoers, dan word je sowieso geen wereldkampioen. Jury, iedere sporter maakt... Ik denk wel, daar wil ik nog wel aan toevoegen, dat is onze kracht, want dat is gewoon vet. We weten gewoon dat we, ja, een soort van de mensen en de inhoud staan gewoon los. En er is gewoon ruimte voor wie we zijn als mensen. En er is gewoon focus op de inhoud. Je weet gewoon, ik weet gewoon eens met Jury, ja, ik stuur gewoon dwars het peloton en ik weet dat hij er is. Ja. En vice versa. En dat is dat gewoon vertrouwen. Echt... Dat vertrouwen is echt onze kwaliteit. Daar geniet ik ook echt altijd van. Dat vind ik echt leuk. Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook echt supermooi. Jury, jij bent ook tegenslagen... tegengekomen op deze lange weg naar wereldkampioen. Staat me bijvoorbeeld bij het ongeluk dat jouw opa had, Kees Stam, met Danny Stam. Kan je daarover wat vertellen? Ja, mijn opa kreeg een hartstilstand om de Danny, terwijl hij voor mij reed. Ja, jij reed in koers. Ja, dus wij waren eigenlijk bezig die Danny race te winnen. En ik denk 3 of 4 ronden van tijd, ja, sukkelt hij ineens naar beneden zo en hij rijdt Nick Stuppler aan. Ik ben eerst nog boos op Nick, alsof hij een fout gemaakt zou hebben. Maar ja, ze vallen en ik val eroverheen met 70 km per uur en niks zag eigenlijk eerder dat het mis was met mijn opa en die ligt op dat moment voor dood. Oh. Ja, als je dan je eigen opa dood ziet, ja, ik weet het niet zo goed meer. Ik was best wel de weg kwijt. Ja. Toen heb ik wel die 6-daagse afgemaakt en gewonnen met Nicky Terpstra. Echt? Terwijl je dacht van het komt niet goed? Ja, hij lag in coma en iedereen dacht wel van het kan wel eens het einde zijn. Maar ja, ik zei tegen mezelf en tegen iedereen van ja, hij zou gewild hebben dat ik doorfiets. We kunnen nu met 4, 5 mensen langs het bed gaan zitten van de familie, maar dat maakt geen verschil, dat hoort ons niet, denk ik. En ik ben doorgefietst helemaal om die 6-daagse nog met Nicky. En dat was in 2014, nu alweer 9 jaar geleden. Nou, hij gaat nog steeds weer op vakantie en zo. Ja. Allemaal heel goed. Het is gelukkig goed afgelopen. Ja. Maar eigenlijk dat was wel een beetje het punt in mijn carrière. Hè. Ik word nog 6-daagse met Nicky. Ging allemaal heel goed en ik was 23 jaar. En echt een grote belofte. En eigenlijk net daarna ging het wel een tijd wat minder, zo 6, 7 jaar geleden op mijn 26e. Ja, dacht niemand meer dat ik wereldkampioen ging worden. Nee. Ik kon geen prof worden bij Roompot, het ging op de weg niet supergoed. Ik verdiende weinig met het fietsen, want ja, ik kreeg niet zoveel in de 6-daagse, die verdwenen al langzaam. Ja, toen ben ik wel blijven knokken en vanaf 5 jaar geleden met hem samen gaan rijden en ook in het begin echt aan hem optrekken, fysiek, keihard trainen. En ik leerde eigenlijk ook van, ja, als je elke wedstrijd volle bak gaat, is op de lange termijn geen, ja, word je fysiek niet per se beter van. Je moet lange periodes heel goed, heel veel trainen en dan word je weer beter. Niet elke wedstrijd mag een doel zijn dat ik misschien iets eerder dan hem doe. En ja, nu de laatste 3, 4 jaar, ik ben nu 32, heb ik nog heel grote stappen gemaakt. Ja. Dat ik in die coronaperiode denk ik ook echt goed heb leren trainen. En leren pieken, leren periodiseren. Ja, we doen nu hoge stages en al, dat kende ik 6 jaar geleden niet. Nee. Ja, daar ben ik wel heel trots op, dat 6 jaar geleden gaf er niemand een stuiver voor mij als wereldkampioen. En nu ben ik de enige duurrenner die 2 jaar achter elkaar wereldkampioen. Maar dacht je wel zelf de hele tijd van dit kan gewoon? Tot met mijn 24e wel. En toen op een gegeven moment dacht ik een paar jaar van, ah, ik doe leuk mee, maar wereldkampioen zal ik niet worden. Nee, oh, je dacht het zelf ook niet meer? Nee, en de laatste 3, 4 jaar ben ik daar wel in gaan geloven. En als je Europees kampioen wordt, dan kan het op een goede dag misschien om het WK ook. En ja, op een gegeven moment kom je er weer steeds dichterbij. En stapje voor stapje, de laatste 5 jaar, ga je daar weer in geloven. Ja. Maar er waren ook journalisten van, ja, Jury, hoe doe je dat toch zo van een koppenkoers? Hoe flik je dat? Hoe doe je dat toch zo even? En hij zei het woord even. Ik zei, ja, dat doe je niet even. En dit wil ik al vanaf mijn 8e. Ja. En daar hebben heel veel mensen heel veel energie in gestoken, vanaf Danny tot nu. Nick Stuppler en René Kors om de Danny. Niemand zit al zijn leven vaak voor mij om de Danny. Mm-hmm. Die dacht misschien ook wel van ja, de WK gaan ze nooit winnen, maar we doen ons best. Ja, en nu lukt het in 1 keer wel. Ja, dat valt allemaal op zijn plek na heel veel jaren. Ja, en jij werd vorig jaar al wereldkampioen op de puntenkoers. Ik zei net al in het intro, veel tranen gezien. Jouw tranen vond ik daar ook erg indrukwekkend, want die hadden ook met Amy Pieters te maken. Ja, klopt. Je zei net over vertrouwen, mensen die nog in je geloven. Zij was wel iemand die heel erg in je geloof is. Sorry, is wel iemand die... Ja, zij geloofde altijd al in mij en nog steeds. En dat was ook iemand, want vorig jaar was voor mij wel verrassende. Ik durfde wel te zeggen dat we de koppenkoers zelf wel een beetje een soort van voelde aankomen. Ja, die puntenkoers had je verrast. Die puntenkoers, dat was echt verrassend voor mezelf. Toen, ik dacht altijd, als ik nog wereldkampioen word, moet het op de koppenkoers gebeuren. Met een sterke gast als Jan Willem naast me.
En toen was ik alleen zelf, die heel sterke gast die drie keer rondreed een puntenkoers. Ja, dat had ik nooit verwacht. Nee. En Amy was wel een van diegenen die zei van haal nou die punten. Dan ben je niet altijd afhankelijk van iemand in een koppelkoers. Want jullie zijn trainingsmaatjes. Ja, ja, we waren in de basisselectie, trokken wel heel veel op. Als Jan-Willem en ik een koppel waren en Kirsten en zij. En Jan-Willem en Kirsten reden dan de Omniums. En wij hadden op die dagen vaak net een iets ander schema en samen niks te doen. En dan gingen we samen koffie drinken en dan was het van... Ja, probeer dat toch, zo'n puntenkoers. Maar ik geloofde daar zelf niet echt in. En zij hebben me wel wijs gemaakt om die punten te halen om überhaupt te mogen starten. Want je hebt UC-punten nodig om te mogen starten. En dat heb ik toen eigenlijk mede op haar aanraden wel gedaan. Zo van, nou, kan ik in ieder geval starten. Ja. En toen was hij een periode niet zo goed en ik mocht starten. En ja, ik greep mijn kans en dat had ik zelf echt nooit verwacht. Nee. En toen was het natuurlijk met haar nog allemaal heel vers. Ja. Ja, en toen vroeg die reporter daarna en toen bleven de tranen komen. Ja, ja, bij jou zijn er ook veel tranen gevloeid op 8 augustus. Zijn dat dan momenten die je dan moeilijk vindt om terug te zien of vind je het juist leuk om terug te zien? Nou, ik heb wel echt tering, ik heb echt veel teruggekeken allemaal. Je mag wel tering veel zeggen. Ja, ik heb tering veel teruggekeken. Ik heb echt veel teruggekeken. Ja? Ja, gewoon, het is gewoon echt vet en het is ook heel mooi dat die, dat zeg maar, dat is misschien bijzonder, van ik vind het heel cool wat je zegt van zo'n René Kos of misschien ook wel zo'n Leo, dat die gasten nou, gewoon een soort van onvoorwaardelijk zeggen van oké, nou, we gaan de inzet weer supporten. Ja. En nou, dat Leo daar was en dat ik Leo een knuffel kon geven naar het WK en dat hij moest huilen, ja, dat zit echt in je hart. Ja, dat is echt heel mooi. Ja. We hebben het met Leo ook net even gehad over Parijs, want ik neem aan dat daar nu het vizier op gaat. Of hoe werkt dat? Ja, dat denken wij ook wel, ja. Want vertel eens Jan-Willem, hoe ziet zo'n voorbereiding, want het is nu september, dus je hebt een klein jaar. Hoe ziet zo'n voorbereiding eruit als je die een beetje opknipt? Ja, zeg maar, nu is het wel cool, want nu hebben ze met Next Up Leef wat meer overzicht erin gemaakt. En het overzicht bestaat eigenlijk toch heel erg uit, zeg maar, ook wat, hoe ga je uit? Dat vind ik een heel interessante vraag. Hoe bedoel je, hoe ga je uit? Nou, zeg maar, zonder uit geen aan. Dus je kan uit. Dus je kan ook zeggen van, dat vind ik eigenlijk het interessantste. Als je, zeg maar, nu die vraag stelt van, nou, wat is het belangrijkste? Of hoe ga je het doen komend jaar? Dan is het misschien wel de eerste vraag, ja, wanneer gaan we niet fietsen? Vind ik leuk en prikkelend. Ja. En dat denk ik ook dat we nu goed hebben gedaan. Dat we na het WK niet hebben gefietst en niet hebben getraind en niet ons ermee hebben bemoeid. Omdat we weten van nou, straks komt er eigenlijk, eigenlijk is het zeg maar opbouw. Dan hebben we Kopenhagen en Gent, 3 dagen, 6 dagen. Dan gaan we naar Colombia. Dus ja, het is eigenlijk gewoon veel vaak lang en hard trainen. Ja. Op hoogte. Dan hebben we 6 van Rotterdam. En dan bouwen we toe naar het EK in Apeldoorn. Ja. Dus dat wordt eigenlijk zeg maar één mooi vast blok. Dan is het inderdaad weer even echt uit. En dan krijgen we een blok richting de Wereldbeker in Milton. En dan is weer met een hoge stage. Ja. Doen jullie dat dan eigenlijk allemaal samen of individueel? Nee, dat gaan we allemaal samen. Ja. Gaan we allemaal samen, ja. Ik denk wel dat als we 6 op pad zijn, alle 6 samen op de kamer zitten. Dat we misschien op de hoge stage even moeten switchen van de kamer. Ja. Anders worden we gek van elkaar. Ja. Maar ik denk dat inderdaad... Ja, de dag na het WK, dan denk je, ja, ik ga 12 keihard trainen worden Olympisch kampioen. Ja. Ja. Maar zo werkt het. Nee. Dus we hebben 2-3 weken vakantie gehad, wat minder gefietst. En nu hebben we dan 3 heel duidelijke blokken met baanweken, hoge stages. EK Apeldoorn, baanweken, hoge stages. Wereldbeker, Milton in Canada. Baanweken, hoge stage, baanweken, Olympische Spelen. Ja, ja, ja. En zo deden we dat de laatste 2 WK's 1 keer voor een WK. Want het is allemaal heel duur om met een heel groepje op hoogstage te gaan, 3 weken, de baan wekenlang af te huren, ons in een hotel te zetten en dingen. 2 jaar geleden moesten we nog zelf mijn hoogstage betalen. Prima, maar 3 keer in een jaar en naar Colombia in de winter, omdat het dan daar mooi weer is, ja. Wordt een beetje duur. Ja, nu is het natuurlijk goud, NRC en het geloof in ons. Ja. Ja, worden flappen. Ja, dat zijn die flappen in één keer. En dat is natuurlijk super mooi voor ons en voor de hele baanselectie. Ja, iedereen heeft een A-status en mogen lekker met de hele groep ervoor gaan trainen. Ja. Ja, en dat geeft superveel vertrouwen dat we nu al weten wat we de komende 11 maanden gaan doen. Dat we inderdaad, vooral voor onze fanatieke motherfuckers, wij weten wanneer we rust moeten hebben. Maar de rest van de groep weet ook wanneer we naar Colombia gaan, wanneer we naar Livigno gaan voor de Spelen. Ja, we weten wanneer we aan en wanneer we uit moeten staan. Ja, en hopelijk gaat dat
een goede vorm in Parijs opleveren. En als wij allebei een heel goede vorm in Parijs aankomen, hebben we gewoon een goede kans op een medaille. Ja, klinkt goed hoor. Ja. Ik zat zelf te denken van, zouden er niet nog meer dingen op dat vertrouwensding bijvoorbeeld zijn die je kunt trainen? Dat je bijvoorbeeld met z'n tweeën gaat survivalen of dat je elkaar moet zekeren, toch? Weet je wel, dat je de, ja, of dat je een soort spelletjes gaat doen, dat je nog meer fysiek, zeg maar, op elkaar ingespeeld raakt? Of doen jullie dat al? Ik denk wel, ik vind de suggestie wel goed. Want ja, uiteindelijk is, ja, wel, want uiteindelijk is wel van, je wil weten dat je van op elkaar aankomt. Ja. Dus ik vind het wel grappig, we hadden, denk dat eigenlijk de survival antwoord zijn de overspeed Danny blokken. Ja. Met in de warmte. Niet alle geheimen verklappen, maar nee, het van, klopt wel eigenlijk ook, ja. De onverwachte dag, heel lang in de regen. Ja, ons rondje was toch weer 7 uur in plaats van 6 uur. Het begon te regenen in Livigno. Nou, als het daar regent op hoogte, is gewoon ijswater, is ijskoud. Ja, dan sta je boven de stelfje ook klappertanden zelf om te kleden. Ja. Dat is wel de dag die we onthouden hebben van die oogst. Ja. Ja, toch? Ja. En dat is wel waar je elkaar er doorheen moet slepen en elkaar een extra jackie geeft. En elkaar ophept om die laatste klim van 1,5 uur toch weer in een stevig tempo naar huis te rijden. Ja. En dat er niemand begon te zeuren en dat iedereen vrolijk in ijswater omhoog reed. Ja. Ja, dat zijn wel de dagen waar je die band opbouwt die jij precies net bedoelt. Ja. Ik denk wel, ik vind het wel echt een leuke vraag. Want ik denk ook wel, dat vond ik ook mooi, dat op een gegeven moment toen gingen we... Dus eigenlijk moet je gewoon toch de situatie een beetje moeilijk maken. En we hadden op een gegeven moment een simulatie en toen had ik wat meer overcapaciteit dan Jury. Toen was iemand anders die had even een probleem met zijn fiets. Dus wij reden daar en Jury was een beetje... Toen zei ik tegen Jury, ja, kan bij de wedstrijd ook gebeuren. En toen was het heel leuk. En toen een week later, 2 weken daarna, weer simulatie. Toen gebeurde het weer. Toen was ik zo van... Toen zei Jury tegen mij, ja, kan bij de wedstrijd ook gebeuren. Ja, oké, ja. Ja, snap je? Dus het is toch van, nou, je hebt gewoon toch een beetje gekkigheid nodig. Ja. En dan elkaar een ik kan ook wel meer suggesties houden. Doen, hoor. Maar dat moeten we doen als het is afgelopen. Want dan moeten we die concurrentie niet wijzer maken, natuurlijk. Maar allemaal mindgames en vertrouwensdingen. Daar heb je natuurlijk een jaar voor. Ja. Tot slot, Jury, wat vind je nou de mooiste eigenschap van jouw koppelpartner? Ja, ik denk zijn openheid. En dan gaat het vaak natuurlijk over mentale struggles, al dan niet. Maar ik denk ook gewoon in de communicatie, de openheid. Zeg maar. Wij kunnen elkaar gewoon een klootzak noemen op de fiets. We kunnen elkaar heel duidelijk en hard eigenlijk benoemen, of zo Noord-Hollands eigenlijk. Van ja, je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. En dan zegt hij, oké, maar hoe moet ik het beter doen? En een ander, die schiet in de verdediging, want iedereen wil altijd graag alles heel goed doen. Maar hij is heel leergierig. Ja. En dat leergierige en dat samen beter willen worden, ja, dat is wat het heel makkelijk samenwerken maakt eigenlijk. En dan kan ik het ook weer hebben als ik het met hem mag doen. Ja. Dat hij mij een keer uitscheldt of zo doet van, ja, je moet niet zo zeuren, want dat heb ik zelf niet door. Maar dan zeur ik heel erg. Ondertussen ben ik, voor mijn gevoel, een van de vrolijkste gasten die altijd heel vrolijk zin in elke training heeft. Ondertussen loop ik dan te klagen, maar dan werk ik niet. Nou, dan benoemt hij dan een keer van, ja, klaag niet zo en dingen. Ja, en dan... Die communicatie, dat op die manier kan, dat is denk ik een van zijn fijnste eigenschappen om mee samen te werken. Ja, goed om te horen, Jan-Willem. Dank je wel, man. Dank je wel. En vice versa, Jan-Willem, wat vind je het mooiste, beste in Jury? Ja, ik vind het mooi dat je zo... Ik geniet altijd echt van het geheidheid. Je wilt winnen, je bent er klaar voor, je gaat er echt voor. We gaan het gewoon doen, weet je wel. Ik kan soms nog wel eens een beetje twijfelen en nadenken, maar dat... Het vinnige en de echte wil en... Fury. Dus, ja, het Fury. Fury haaf ik. Maar een soort van... Ik vond het heel vet dat in het begin toen we... Eigenlijk was ik degene die individueel goed presteerde. En toen was het van, nou, er is ook nog een koppenkoers op de Spelen in Tokio. En daar zoeken we iemand bij naast. Dus ik had eigenlijk er waren 3 wereldbekers, dus ik had met 3 verschillende mensen gekoppeld. En het was allemaal een beetje vaag. En toen vroeg ik er bij een training zo even zo op Apeldoorn. Ik zei tegen Jury, ja... Wil je dit eigenlijk? Of hoe graag wil je dit? En toen zei hij, ja, ik wil dit echt. En dat koester ik nog steeds in mijn hart. Ja? Van toen ging er bij jou ook iets aan? Ja, er ging bij mij ook iets aan. En dat zei niet ik... alleen, ik wil dit echt. Ik hield een heel pleidooi. Er kwam ook nog een heel pleidooi achteraan. PowerPoint-presentatie. Maar de zijn drive. Ja, zijn drive. En van, nou, dit is wat ik wil doen. En hier gaan we voor. En dit is gewoon vet en goed genoeg. Ja, ik denk in het grote plaatje ook dat de moeite die Jan-Willem met de wegwielerwereld heeft of heeft gehad. Dat ik die ook nooit echt gehad heb. Maar gewoon zo gedreven was om baanrennen, dingen in het baanrennen te winnen. Ja. Dat hij dat ook mooi aan mij vond. En dat hij dacht van,
zou ik eigenlijk ook wel willen. Dat ik zo gelukkig werd van een zesdaagse winnen. Ja, ja, dat is ook een hele goed doel. Buiten die vinnigheid en dat vurigheid, zeg maar. Ja, is dat ook iets wat hij wel eens uitgesproken heeft van... Ja, jij geniet gewoon van de baanwielrenner zijn. Ja, ik ben toch trots als ik... Moest ik even leren. Moest ik even wennen dat dat ook kon. Ja. Ja. Ja, heel mooi om te horen, mannen. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze special. Maar heel erg bedankt, mannen. We houden jullie natuurlijk in de gaten. Want ja, zo snel gaat het als je twee van zulke wereldkampioenen aan tafel hebt. Dan vliegt de tijd. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende special. Dit zijn dagen van goud. Met jou deze